De derby van het oosten. De voorspellingen zijn allemaal in het voordeel van de thuisploeg. Martina door op Corona. Nog altijd de Mexicaan, Martina mee. En een goede voorzet. Castaños komt niet echt tot een schot. Mococho nog wel. Die bal vliegt een paar meter langs het doel van Telgekamp. Daar zitten ze. De nieuwe en de toekomstige voorzitter Aldo van der Laan links. De aftredend voorzitter Joop Munsterman rechts. En na dik 10 jaar is het mooi geweest voor Munsterman. Martina. Dat is een goede voorzet. Wegkoppen van de Wierik. Nu misschien wat ruimte voor Heracles om eruit te komen als ze snel zijn. En dat zijn ze voorin. Dit is een mooie bal. Belhazani naar binnen. Mokotja is mee. Belhazani probeert het zelf. Voor de eerst deze wedstrijd dat Stevens toch echt serieus aan het werk moet. Mokotja. Martina vrij. Aan de buitenkant Corona. Ziyech draait goed weg en haalt uit. Prima actie van Hakim Ziyech. Tanane. Mooi verlengd. Ruimte voor de Wierik. Is er nog iemand mee om te helpen? Drie man voor de goal van Heracles. Van naar binnen trekken en uithalen kan natuurlijk ook. Ja, dat scheelt nog niet zoveel. Engela. Vladeren zit ertussen. Engela nog steeds. Dan maar doordenderen. Engela. Orlando Engela schiet er zacht in. En geeft Telgekamp de kans de bal te pakken. De beste aanval van Twente door het midden. De 1-2 met Ziyech en Engela. De bal komt misschien in eerste instantie wat gelukkig mee. Maar dan besluit hij door te lopen. En ontstaat er uiteindelijk een grote kans. Engela schuift in. Naar Schilder, dat is goed. Daar ligt de ruimte. Schilder. Voorzet achterin. Daar is hier. Ja. En oh nee. Corona alsnog in de redding van Telgekamp. Nou. Een beetje geluk zit er dan ook niet bij. De kans voor Twente om vlak voor rust op voorsprong te komen. De voorzet is goed. Achterin Ziyech legt prima neer. Ja, je hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. De bal stuit het voor de lijn. Doellijntechnologie is niet eens nodig. En Telgekamp redt op de inzet. De tweede inzet van Corona. Maar als je deze kansen niet benut, maak je het jezelf ook wel heel moeilijk. Bruns. Afdic. Goed. Ondersteuning was er wel. Tapia heeft veel tijd nodig en 1 keer geschoten. Tanane. Ja, dat zijn wel de momenten natuurlijk waar Heracles gebruik van zou moeten maken. Maar ja, de laatste 2 wedstrijden in de competitie en een bekerwedstrijd niet gescoord. Twente daarentegen aan de andere kant nu ook weer een kans om zeep geholpen. Bjelland. De steun van de eigen aanhang is er wel. Nu moet het ook nog op het veld gebeuren. Maar toch alweer een dik kwartier onderweg. Oh, ja! Corona, die maakt hij dan dus wel. Ramon Zomer, ex-speler van FC Twente. Maar nu voetbalt hij toch echt bij Heracles. En de terugspeelbal van hem zorgt voor de 1-0 van Twente. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Draait om, ja, en hij heeft hem dan niet gezien. En dan zitten de tenen tussen van Jesus Corona. De hoekschop van Heracles. Stevens zit mis. En het is raak. Nee, gefloten door Van Siegem. Bruns vraagt, wat was er? Met z'n allen naar de bal.
Ja, het is de hand. Het is de hand. Het is de hand van de Wierik. Dat heeft Van Sichem heel goed gezien. Burven, Olcik. Met z'n vieren bij Twente. Olcik zelf. Oh! Dat had meer verdiend. De invaller laat in ieder geval de Twente-fans weer opveren. Het zou een mooie binnenkomer voor hem geweest zijn. Wacht nog op zijn eerste competitiedoelpunt. Dit is ook een aardige trap. Ja, dan klinkt er ook weer een oeh. Ziyech krijgt de bal zomaar in de voeten van Schenkenveld. Die nu nog enigszins kan herstellen. Mokotjo legt de bal af. Castaños vraagt, maar krijgt hij hem ook. Olcik probeert het nog een keer. Ja! En dan lukt het dus wel. Wat een mannetje. Bilal Olcik. Zo krijgt hij het publiek toch nog op de banken in de rotsvesten in de laatste minuten. Prachtige goal. Bilal Olcik. 3 minuten erbij. 3 minuten wellicht nog voor Twente om er helemaal een feest van te maken. Zeer. Oh ja, Burven is dichtbij. Bal op de paal. Prachtig geraakt. Komt goed voor de man in de verre hoek. Laat Telgekamp weer kansloos. Het laatste fluitsignaal van Van Sichem. Hij maakte een fantastische goal, Olcik. 2 minuten voor tijd besliste daarmee deze wedstrijd. En dus kunnen zij weer opgelucht ademhalen op de bank bij FC Twente.